Hey jongens, allemaal welkom bij deze nieuwe aflevering van onze Goubert carrière Mode. En... Oké, okay, dus uh, het is etappe 2 al van de Wallonië Tour. Dat is heel belangrijk voor ons team en ze willen daar ook dat wij een top 3 plaats halen. Dus we gaan dat ook proberen te doen met Meurice die in een heel mooie vorm zit. We krijgen hier wel nog twee uh, stroken Daar eentje, maar die is niet zo groot daar net voor die tussenspurt en dan nog eentje daar op het einde, de laatste klim maar hier, de vriend plus 5, 11 uithouding, 11 weerstand en Kaseien gaat hij naar 80 dus hij wordt onze man, waarop dat we gaan focussen, is ook een goede spurter voor de andere spurtetappes nog vliegen zit goed, dus alle KC-renners zitten eigenlijk in vorm, en waarom wordt hij niet beschermd Waarom wordt hij niet beschermd? Oké, okay, dus zo. Dupont is al moeten lossen. Ik heb geen idee waarom. Ik heb het zelf niet gezien. Misschien een lekker band en zo niet meer kunnen terugkeren. Maar hij was toch geen belangrijke compaan van ons team. Dus Danny staat beste zevende plaats momenteel. Maar je ziet, we gaan hem als helper gebruiken. En hopelijk kunnen we iets moois van deze etappe maken op die kasseitjes. We gaan naar de muur. En Meurissen zit al mooi vooraan. De vriend zit nog een stukje verder. Die moet proberen op te schuiven voordat die muur begint. En hij gaat dat ook net gepast kunnen doen hier langs de zijkant. Ideaal. Voilà, hij zit mooi mee vooraan. Dat is wat we willen. Voilà, Meurissen zit ook goed mee. En de vriend zit ook goed mee. En vliegen rijdt zelf helemaal op kop. En we gaan... Ermee weg. Vliegen met Valé. Dat is perfect voor ons team. Als vliegen hier kan weggeraken met Cavagna. Dat zou prachtig zijn. En dan de rest van ons team kunnen we gebruiken om af te stoppen. De vriend zit hier ook vooraan. Oeh, Vermeers gaat nu wel een aanval plaatsen. Meurische, we moeten anderen het werk laten doen. We gaan zien wat dit oplevert op het eind. Wow, en dit is. Ah, we zitten aan de citadel van Namen. We zitten niet op de muur. Ik zei: Wow. Ik zei, dit kasteel is niet de muur van Geraardsbergen. Ah, dat is wel... dat is heel mooi, dit zelf. Dus vliegen is voorbij Cavania geraakt. En hij gaat door. Vliegen gaat door. We gaan ons op 75 zetten. En dan gaan we gewoon rustig verder rijden. En zien wie dat er hier gaat overleven. Slammertink, Meurisse, Stokbro... Met de aanval lijkt op stok brood. Dus vermeers nog altijd. Oh dat is wel echt een lange klem hier. Heel mooi. Lammertink is moe. Bergklassement. Amai, hoeveel punten worden daar uitgedeeld op dat bergklassement? Dus vliegen nog altijd weg. We gaan hem iets rustiger zetten. Want ze gaan ons waarschijnlijk toch inhalen. Maar laat al die toppers maar rijden. Sarou is de nieuwe Franse kampioen geworden. En onze groep bestaat nog uit 35 renners. Het ideale is wel, we gaan naar een tussensport waar dat 3 bonus seconden kunnen gehaald worden voor vliegen. De rest van die bonus seconden gaan we gewoon laten liggen. Die mogen ze pakken van mij. Laat die mannen maar moe worden terwijl dat wij puntjes pakken. Dus voilà, de punten zijn binnen. En voor vliegen is het wel jammer dat hij eigenlijk heel lang vlak is hier. Maar ja, kijk het zei zo, nog maar 19 man over, er wordt nu wel zwaar gekoest daardoor um, en dat kan misschien wel in ons voordeel uitdraaien, dus nu ben ik aan het denken moeten we niet verder rijden zodat er misschien iemand niet kan terugkomen dat een goede kasseirijder is want hier zit wel een grote groep, hè. ik ga eens even terug op 99 zetten, net voordat die ons gaan inhalen en dan ben ik eens benieuwd Oei, oei. Mathieu van der Poel. Ik zie hier ineens een gele trui waar dat op staat. Mathieu van der Poel. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Die zit hier ook nog in die groep. Maar we moeten maar top 3 eindigen. Hè? Dus van der Poel mag gerust dat eindklassement hier winnen. Maar wat zit hij hier tussen te doen? Je moet hij geen grote koers gaan rijden in plaats van ons kleine zelfstandigen lastig te vallen? Nu komen er veel renners terug. Aansluiten. Er zijn nog 3 kilometer tot de volgende beklimming. En we zijn terug met 39 man. Iedereen kan een beetje uitrusten. Vliegen. Die heeft voor iedereen nog eens drank kunnen halen. Net op tijd. En dan nu Meerese, de vriend. En vliegen. Die daar al eigen tempo gaan maken. Laat ze op die klim maar gaan. Kom aan. Oké, okay, Lambertink is op. We gaan met vliegen als eerste proberen erover te komen want dat is goed voor de punten voila, <laughs> dik cheaten en gaan vliegen dan misschien terug weg kunnen geraken voor de tweede maal we zullen zien, de vriend is mee maar Meurisse, maar is wel duidelijk veel beter dan de vriend ik denk in ieder geval dat ik mijn vliegen eigenlijk nooit die aanval had mogen doen die dat we wel hebben gedaan en het is opnieuw de citadel van namen, dus we gaan die proberen mooi aan te vangen. Lammertink op kop, dan vliegen, dan de vriend in het wiel van vliegen. En Meurissen als laatste man. We gaan kijken wat dat gaat geven. Lammertink kan normaal rap opgesoupeerd zijn, maar dit is maar voor als eerste te kunnen aanvangen. Iedereen die dat dan al achter ons rijdt, dat zijn allemaal meters dat ze kwijt zijn. Dus voilà, Lammertink vol een bak. En nu gaan we eraan beginnen, op 90. Lammertink, goed werk geleverd, maat. Voilà, vliegen als eerste. 1,3 nog. 99. Kom op. Iedereen mag zijn energiegel gebruiken. Wie gaat er mee? Hansen, McCarthy, Van der Poel zit nog redelijk ver. En er gaat een klein gaatje, er valt een klein gaatje Meurisse kan niet meer dus we gaan hier ons op 90 zetten, proberen om met 2 weg te geraken Valgren geraakt wel nog mee Meurisse gaat wachten op Van der Poel Kom aan Meurisse, zorg dat we die kasseis er ook over zijn Voila, dan gaan we normaal terug kunnen aanpikken bij deze 2 Vliegen nog altijd goed bezig. Kom aan. Ja. Perfect. Meurissen is ook nog mee met deze twee. We pakken het wiel van Isagire. En nu gaan we naar de finish. Hè. Dalende lijn naar de finish. Met drie. Drie. Twee man van ons team. En dan in de achtervolgende groep Meurissen ook nog eens. Van der Poel moet het doen als leider. En hij is niet leider. Ja wel, hij is wel leider. 99, nu vliegen 99. De vriend is een goede spurter. Van der Poel begint hier ook al te sporten. Zolang mogelijk wachten. Nu gaan met de vriend. Meurice mag ook zelf aangaan. Vliegen ook laten sporten. En de vriend gaat normaal wennen. De vriend gaat normaal wennen. En vliegen gaat. Wie wordt? Ja, de vriend gaat wennen. Voor Vliegen dan Valgren en we pakken secondjes op Van der Poel. Elf secondjes of zo. En dan Meurisse die mee over finish komt. Fantastisch, heel mooie rit. Een overwinning. 1 en 2 zelf. En dan nog eens een zesde plaats. Echt bangelijk. Citadel van Namen, dat is met een berg. Hè? Oesje, ik ben het podium vergeten. Maar Van der Poel staat nog altijd eerste in het algemene klassement. Alleen, dezelfde tijd. Dat is omdat hij het 1 heeft gewonnen. Of dus ja, de vriend op 2, vliegen op 3. Als we nu met vliegen hadden gewonnen, dan stonden we eerst, Want hij heeft die bonificatiesconden in die tussensport gepakt. En als hij dan had gewonnen, had hij meer boni-seconden gehad. Dat is mijn eigen fout. Maar in ieder geval, de top 6 staat op 10 seconden. En dan nummer 7 staat al op een minuut en zoveel. Dus het zou moeten lukken hè, dat we hier uh, nog prijs geven. Deze etappe is misschien nog een gevaarlijke. De volgende, maar dan. Dan mag het normaal niet fout gaan. Etappe 3 en het ziet er een heel mooie etappe uit. Met hier op het einde wat mooie beklimmingen. Echt iets voor meurissen. En... Ja, eigenlijk alleen meurissen, hè? meurissen en Vliegen van ons team. Dus de vriend zal waarschijnlijk zijn hè, tweede plaats kwijtraken aan iemand anders van ons team. Um, ja, de Mathieu van der Poel blijft natuurlijk overpowered. We hebben hier een kopgroep. En in die kopgroep zitten wat jongens. Maar het peloton wil die niet laten rijden. Dus um, ja, dat betekent dat het tempo zeer hoog blijft liggen in het peloton. En je ziet dat ook dat er al mannen zijn, zoals Van Kessel, die het gewoon. Heel moeilijk krijgen. We hebben een kopgroep en we zijn met ons getweetjes. Oké. Okay. We zitten hier met onze groep Vliegen de Vriend Meurissen Dus ik ga aanvallen met de vriend. Aangezien dat hij de minst goede stats heeft. En we gaan eens zien waar dat gaat eindigen. Hè. Wie gaat er meegaan van de toppers? En wie gaat er zorgen dat de rest van mijn ploeg. In een goed ding gezet. En waar ze die je hier aan het forceren? Rij dat gaat niet dicht aan. De vriend gaat niet vergeraken, dat is duidelijk. En Ah, nu wel? Nee, hij is ingehaald. De vriend is ingehaald. Tempo maken dan. De laatste klem komt eraan. Oh, dat was misschien iets te luid in de micro, sorry gasten. Dus we gaan een treintje maken. Hè. Zo. Vliegen en dan meurissen als laatste van deze groep. Zo. Nog 3,3 kilometer tot aan de klim. Maar de klim is al bezig. Van Poppel. Fantastisch. De vriend is dood voor Van Poppel. Oké. Okay. Dan nu vliegen. Van Poppel stop maar. De vriend ook. Vliegen gaat hier met Van der Poel. Dan nu schiet alleen Meurissen nog over. Maar die mag niet op 99 gaan, want dan komt het niet goed. Meurissen trekt hier wel de kop in zijn eentje. Gaat hij in zijn eentje door? Pakt hij volk mee? Nee, Van der Poel raakt mee, uiteraard. De vriend geraakt ook wel mee, dus als de vriend beter spurt dan Van der Poel, zit er nog wel iets in. Aanval, Valgren. Aanval van Valgren. Wie gaat dat dichtrijden? Van der Poel moet dat doen. Van der Poel moet dat doen. Dus Valgren haalt op kop 4 kilometer. Er zit nog een klein knikje in deze rit. En vliegen maakt tempo. Vliegen is dood. Dan is het dan Murische. Kom aan, Murische. Kom aan. Als eerste bovenkomen. Als eerste bovenkomen. Perfect. Dalende lijn nu. Dalende lijn. Nu is het gewoon blijven wachten. Blijven wachten. Spurt aangaan. We beginnen met Spurten. De vriend nu ook. Vliegen mag ook beginnen. En gaan we nu te laat of te vroeg zijn? We zullen het zien. Meurisse. Meurisse mag niet winnen. Meurisse mag niet winnen, jongens. De Vriend moet winnen. We gaan kijken. We gaan kijken. Wouden in. Wouden in met Meurisse. Ah, oh, zo erg. Dat is nu twee keer dat ik dat doe. En de Vriend wint. Twee retten op rij wint de Vriend, zeg. Dat betekent wel dat hij koploper wordt. Van der Poel is maar tiende. Dus we zijn de nieuwe leiders. Oké, okay, ik dacht dat ik aan het filmen was, maar dus blijkbaar niet, want de recording staat nu pas aan. Uh, ja, We hebben de leiders teruggenomen genomen met de vriend. Ook het puntenklassement momenteel. Berg was voor Van Belzen en de jongere trui was voor Van der Poel. We hebben 10 seconden voorsprong en ik ben nu benieuwd. Etappen 4 en 5 zijn gewoon twee vlakken Ik ga die gewoon. Durf ik die wel simuleren? Ik wil eigenlijk simuleren, want ik wil naar de. Ik wil naar de dingen. Ik wil naar de transferperiode. Voilà, we hebben gesimuleerd. En Danny van Pop wordt vierde. Iedereen is in dezelfde tijd gefinished. Dus dat betekent dat we leider blijven. En nu nog één rit overleven. En dan hebben we het gefixt, hè? Sponsoraanbiedingen. En. We mogen verlengen met circus, en dat gaan we ook doen. Bam, Wantie groep Of Wantie circus, circus Wantie. Ik noem het Wantie groep maar het is inderdaad circus want die. weer al zo'n zware fail. Um, Oké. Okay. De laatste red. Er kan normaal gezien niets niet meer gebeuren. We hebben twee mannen in de top drie staan, en ze gaan het niet allebei verneuken. Vliegen en de vriend, meurissen net niet. En iedereen finisht in dezelfde tijd. Dat denk ik toch. Yes, een opgave van Mulberger. Maar we winnen het eindklassement. En dat hebben we heel mooi gedaan. Ik hoop dat jullie even genoten hebben van die twee retten. Eerst waren we nog bezig van: nee, we hadden vliegen moeten laten winnen. En nu kijk ze, de vriend, eerste. Vertrouwen sponsor, bam, in de lucht. En dan is het enkel de Bing Bang Tour nog, waar we een etappe zegen moeten halen. Maar het is 31 juli. En dat betekent als we één dagje verder gaan, dat we in de transferperiode zitten.